أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب. Er zijn verschillende soorten mensen als het gaat om de middelen die toegestaan zijn of niet om te gebruiken. بعض الناس هدانا الله إياه يعلق على البيت رأس حيوان رأس أسد رأس سمك حوت مثلا. Sommige mensen zij hangen boven hun deur het hoofd van een vis of het hoofd van een leeuw. يضع على السيارة على البيت مثلا حتى على بعض الأولاد أحيانا. En sommige ook op hun huis of op hun auto of op hun sommige zelfs op hun kinderen. يضع كف. Een handje zoals die handje van Fatima zoals ze die noemen. مسبحة. Of een kraalketting. عين. Of een oog. هذا اللي توضع قطعة من الحديد الحافر الفرس يضعها مثلا. نعم en dat soort gelijke zoals ijzeren dingen waar een bepaalde teken op zit. خرق قديمة سوداء مثلا يضعها. Oude kledingstukken, zwarte kledingstukjes. نعل قديمة كرمك الله. Oude schoenen. بعض الأعضاء من الحيوانات الميتة. Sommige resten van dieren, overledene dieren. يضع أشياء من البحر. بعض الأشجار. نعم zaken uit de zee, zaken vanuit de boom of planten. أو يكتب مثلا الحسود لا يسود لا تحسد لا تصنع. Of hij schrijft bepaalde zaken zoals wees niet jaloers of dat soort zaken waarin hij zichzelf mee probeert te beschermen. لماذا تضع هذه الأشياء؟ Waarom doe jij dit? قال لأن الله جعلها أسباب لدفع العين. Hij beweert dat dit een middel is, een legitiem middel om zichzelf te beschermen tegen het boze oog. كذبت والله. هذا هو الشرك الأصغر. Je hebt gelogen. Dit is een kleine vorm van polytheïsme. الله سبحانه ما جعلها أسباب لدفع العين. Allah heeft deze zaken niet als legitiem beschouwd. وإذا كان يعتقد أن تدفع بذاتها هذا هو الشرك الأكبر. En als hij denkt en van mening en overtuigd is dat deze zaken op zichzelf het beschermend zijn, dan is dat pure polytheïsme. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت ولديه أولاد ولديه دواب ما وضع شيئا من هذا. Profeet Sallam had ook vrouwen en kinderen en rijdieren en op geen een van deze heeft hij dit soort zaken opgehangen of aan vastgemaakt. من الذي يحفظنا؟ Wat is hetgene wat ons beschermt? Allah سبحانه وتعالى. Allah سبحانه وتعالى. لكن يصح أن آخذ بالأسباب على أنها أسباب بشرط أن تكون أسبابا. كالدواء مثلا سبب حسي. الرقية الشرعية سبب شرعي. لدي ألم في بطني أشترى شيء من أعشاب الدواء أشرب سبب محسوس. أو أقرأ على بطن الفاتحة هذا السبب الشرعي. أما أضع هذه الأشياء هذا إما شرك أكبر أو شرك أصغر. Dus de toegestane middelen zijn de middelen zoals bijvoorbeeld het gebruiken van medicijn. Allah heeft dat als een middel beschouwd en voorgeschreven om te gebruiken wanneer men ziek is. Zo ook de rituele rokje zoals mensen dat kennen om mensen zichzelf te beschermen tegen boze ogen, etc. Ook dit is een rechtslegitieme middel om jezelf mee te beschermen. Andere vormen daarvan zijn dus niet rechtsgeldig. جاء في السنة النبوية أن العسل وكذلك في القرآن أن العسل شفاء. Het is nu overgeleefd in de profetische traditie dat honing een genezend effect heeft. هل نضع العسل بجانب المريض؟ Leggen wij honing dan naast de zieke? أو يشرب العسل. Of drinkt hij dit? وعندما يشرب العسل يعتقد أنه سبب وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الشفاء والله أعلم. En als hij drinkt, dan is hij toch ervan overtuigd dat de honing op zichzelf niet genezend is, maar dat Allah Azza wa Jalla de genezer is.